Een gouden ouwe. Heel, heel lang geleden. Waren we omsingeld door levenloze waterspuwers. Ons maak je niet bang. Wij zijn nog jong en beheersen de woe-foe-techniek. Niets houdt ons tegen. Ze hebben ons betoverd. We zijn verloren. Oh, zeker niet. Want hier is Joop. Ja, dus echt heel, heel lang geleden. Ja. Ha. Ha. Wow. Oh, mijn levenloze stenen kop. Wow. En nu? Zal die dood zijn? Nee, iets wat dood is maakt niet zo'n lawaai. Hij is gewoon oud. Ik weet het, oude mensen ruiken raar. En ze piepen en ze kraken als ze lopen. En ze kwijlen veel. En als hun oren het nog doen, dan horen ze alles wat jullie zeggen. Au. Een woord met vier letters voor heel oud. Joop past niet, dat zijn er maar twee. Wat dacht je van jout? Ja, nou is het welletjes. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Oh nee? Zijn dit jouw kleren? En is dit jouw soort muziek? En hoor je je botten niet breken als je loopt? Au, mijn heup! Dat was ik. Oh, snel je in. Antiwoedetechniek 107. Het spijt ons, meester Jo. Denk maar niet dat ik daar intrap, jonge dame. Oh, je bent om op te eten. Hé, als jullie niks beters te doen hebben dan mij te bespotten, dan gaan jullie maar lekker naar de apotheek om een zalf op te halen. Maar dat is bovenop de pijnbankberg. Ik kan moeilijk gaan, want ik ben veel te oud. Wegwezen! Jan, hou op! Oh, wacht. Dat was echt mijn heup. Oh. Kom, dan hebben we het maar gehad. Van wachten word je oud. Snotneuzen, ik ben niet oud. Ik zal het bewijzen. Meester van de Heup, een uitnodiging voor dansen met bejaarden. Geef nog maar 100 kopieën voor mijn feestje. Pietjes, er is gewoon een lift. Ja, anders lopen de zaken niet zo goed, hè? Mis. Mis. Kom op, maak dat slot open. Dat zou ik niet doen als ik jou was. Het hangt namelijk vol met van die... beveiligingsapparaten. Zoek naar wapens. We zitten bij een apotheek. Hier zijn alleen oude mensenspullen. Ja. Laten we dan ook maar vechten als oude mensen. Maar wat is ook weer de code van het alarm? Waak voor de woede van haarwater. Wij zijn mooi. Wij zijn mooi. Wij zijn mooi. Tapperloot. Nee, dit is een mokkel niet. Dit was je verjaardag. Of is het mijn verjaardag? Toets dan je verjaardag in. Nul en... Nog een nul! En nul. Phew. Kijk eens aan, Craigler's apotheek is nou open. Mijn winkel! Oh, kijk, de zalf. Zeg, opa, leuke winkel heb je hier. Misschien dat we ooit nog eens terugkomen. Maar ik denk het niet. Zeg, let jij op je woorden. Ik was een strijder. Ik werd gevreesd. Dat is heel interessant, zeg. Je bent een schat aan informatie en je kennis stel ik zeer op prijs. Hier, voor u. Nou, tot horens dan maar. Ha, geestig. Wie het laatste thuis is, moet meester Jo insmeren. Kom terug, je.
Meester Jo? Hey, Craigler. Ga je mij ook veranderen in een bejaarde? Of vecht je met mij als een echte man? Als een man! Ah! 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 Meester Jo stuurt natuurlijk zijn studentjes op me af. Als hij mij denkt te verslaan met de jeugd... zal ik hem verslaan met de ouderdom? Oh, ik voel me zo oud ineens. Kijk, een kusje. En ik ben ook oud. Cool, een bed. Zeg, zitten we hier wel goed? Het heeft meer iets weg van een bejaardenhuis. Welkom, welkom, welkom op mijn bingo-avond. Oh. Jan, hou eens op. Dat geluid maak ik niet, Jin. Dat doen zij. Jullie lijken op mijn kleinkinderen. Ah, babyfoto's. Geef dit mooie meisje eens een kus. Oh nee, hè. We zitten in een horrorfilm. Kijk uit, een oudje achter ons stuur. Willen jullie van mij een lekker snoepje? Mam, we worden de hele dag achtervolgd door oude mensen. Waarom denk ik nou toch dat het onze schuld is? Omdat het ook jullie schuld is. De tijd mag mijn jeugd hebben geschonden. Ah! Maar jullie schonden mijn vaardigheid. Waardigheid? Ja, vaardigheid. Dus ik ben nu uit op... op wraak? Op wraak! Jij zou toch nooit iemand slaan die je opa had kunnen zijn, of wel? Nee, dat zou ik niet durven. Daar hoopte ik al een beetje op. De woefoebroodjes zijn klaar. Zet die muziek eens wat zachter. Maar er staat nog helemaal geen muziek op. En toch staat het veel te hard. Hoe vind je dit, hè? Helemaal zelf gepunikt. Jinferno! Zouden jullie mijn kunstgebit willen poetsen? We zijn omsingeld. We moeten ervoor zorgen dat Craigler niet meer boos op ons is. Hij is oud. Dat kan maar op één manier. Dit wordt gênant. Heel erg. Meneer Craigler, het spijt ons. Nee, niet die schattige oogjes. Niet aan toegeven! Maakt u nou iedereen weer jong en vertelt u dan nog een verhaaltje? Ah! Natuurlijk doe ik dat! Maar blijf tegen me praten alsof ik een... Toedoe? Ja, toedoe! Kom af, jij! En blijf weg! Nou, als dat oud is, ben ik nog een jonge beer van de vent. Zijn wij er nou uitgezet bij een oude mannenfeestje? Oh nee, we zijn armzalige sukkels. Ah! Goed, waar waren we? Maar jullie hielden me voor de gek? Ja, maar het spijt ons. Als wij niet zulke respectloze ettertjes waren geweest, was dit ook nooit gebeurd. Eindelijk! Ik dacht dat het mij niet lukt om jullie respect voor ouderen bij te brengen. Misschien mijn oude vijand wel. Craigler. Yo, zullen we het er nog maar eens een keertje? Echt heel, heel, heel lang geleden. Ja! Ah! 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 En nu? Weet je, zussie, ik denk dat ik echt iets geleerd heb. Respect voor oudjes? Yep, je kan altijd iets van iemand leren. Ongeacht hoe oud ze zijn. Behalve van hen dan. Begon school!